Online leren in balans is een model waarmee Kennisnet de scholen wil ondersteunen. En daarbij gaat het eigenlijk om een aanpak waarmee je onderwijs flexibeler, meer efficiënt en vooral ook meer betaalbaar zou kunnen gaan organiseren. En dat kan voorkomen in bijvoorbeeld situaties als krimp, kleine opleidingen, maar bijvoorbeeld ook bij de herstructurering van het mbo. Met de pilots proberen we kennis en ervaring op te doen in de scholen met verschillende vormen van online leren. En die praktijkvoorbeelden zijn dus een hele belangrijke bouwsteen in het online leren model. Samen met de visie, samen met een functionaliteitenschema en ook met een financiële rekenhulp. We hebben de pilot van niveau 2 ingezet om de krimpregio's in stand te houden. Een school in Appingedam die krimpt heel sterk en een school in Groningen die draait goed. Die verbinden we met elkaar. Ik geef deze lessen aan leerlingen van verkoopmedewerkersopleiding niveau 2. Met deze pilot willen we de krimpregio's in stand houden, zodat leerlingen niet hoeven te reizen en dat ze in hun eigen regio de lessen kunnen blijven volgen. Wat ik van deze manier van lesgeven vind is allereerst heel erg uitdagend. Want je moet namelijk ontzettend veel technologische kennis hebben en ook heel vaardig zijn digitaal. En het is wel een hele andere tak van sport met leerlingen die hier zitten en ook nog eens een keertje op afstand een groep erbij. Ik vind het fijn om op deze manier les te krijgen, omdat je op die manier toch wel een andere soort sfeer kan creëren. Je hebt niet echt het fysieke aanwezigheid. Ondanks dat er geen leraar staat, weet iedereen wel van dit moet gebeuren. In het begin was het wel wennen, want je weet niet wat de opleiding in principe is. En dat is gewoon apart dat je via een beeldscherm les krijgt. Maar het is eigenlijk gewoon net zoals dat je normaal les krijgt. Belangrijk is dat je als docent heel goed realiseert dat alles wat je doet tijdens deze les wordt uitvergroot. Dus als jij dingen niet goed kan als docent, zul je dat ook hier heel uitvergroot terugzien. Heel belangrijk is ook het goed contact hebben met de leerlingen. Dat je afwisselende werkvormen hanteert. Want als jij alleen maar frontaal staat les te geven, dan is het voor een leerling ontzettend saai om een uur lang naar een beeldscherm te moeten kijken. We willen uitbreiden. We doen het nu in Groningen en Appingedam. We willen Veendam en Stadskanaal ook meenemen in dit proces. Ik vind vooral goed dat kleinere scholen die kunnen via dat alsnog open blijven. Want er is op een kleine school zijn er minder leraren. En hierdoor kan die opleiding alsnog blijven bestaan. Waar wij tegenaan gelopen zijn is dat het contact tussen de leerlingen in het begin eigenlijk heel erg slecht ging. Men vloog elkaar letterlijk in de haren via het beeldscherm. Daar hebben we op ingespeeld door leerlingen elkaar live te laten ontmoeten. Zowel in Groningen als in Appingedam. Dat hebben we een aantal sessies hebben gedaan. En we hebben echt heel erg gericht op de gezelligheid en elkaar leren kennen. De voordelen voor mij zijn toch wel dat je hebt contact ook met andere leerlingen. Ik bedoel, wij zijn ook naar de andere locatie geweest in Appingedam. Wat voor ons het iets leuker maakt om de mensen ook echt in levende lijven te zien, want je ziet ze alleen maar via het scherm. En het is ideaal, je kunt gewoon alles wat Fion op zou schrijven, zou je in principe ook terug kunnen kijken als Fion daar de mogelijkheden voor geeft. En het is ideaal, want ik vind het zelf als ik thuis zit, het handig om het allemaal nog een keertje terug te lezen en terug te zien. En ik vind het echt een hele leuke ontwikkeling. Appingedam tot maandag en Groningen tot morgen.